die ene lentedag. Jij raadt mij in mijn ziel met je mooie glimlach. Als ik in je ogen... terugblikken. Want ja. 9 juli was de laatste keer dat we jullie hebben gesproken bij RTV Emmen toen nog in de Superchart. Ja. Toen hadden jullie net jullie nieuwe single uitgebracht. Ja. Langzaam leven. Ja, ja joh. Ja. Vertel, want daarna heb ik jullie niet heel veel meer gesproken. Nou ja, Langzaam leven wordt tot nu toe nog steeds gedraaid op heel veel radiostations. En onder andere natuurlijk ook een nationale radiostation waar we natuurlijk super trots op zijn dat we daar nog steeds dagelijks op te horen zijn. Mm-hmm. En, op 100% NL? Ja, 100% of, NL. Mag dat niet hardop zeggen? Tuurlijk. Ja, ik deed het bewust niet, maar ik denk dat het ook is bij jullie. Maar. 100% NL? De druk, de haast, ik wil niet elke dag weer worden meegesleden. Zing! Wow! Ik bedacht me laat, de wereld is veel mooier als ik. We zijn een beetje de B-artiest, dat is nu een beetje ervan af. En je komt nu echt in die hogere selecties terecht. Ja, dus er wordt ook meer verdiend dan waarschijnlijk. Nou ja, daar weten wij gelukkig niet zo heel erg veel van. Dat gaat allemaal lekker naar het management, zeg maar. Wordt het allemaal doorgesluist naar de nieuwe opnames voor onze nieuwe EP. Ja, want zijn jullie daar al mee bezig met nieuwe dingen? Ja, volle bak. Ah, geef even een tipje van de sluier, vertel. Wanneer komt de, hebben jullie al een soort van datum wanneer het uitkomt? Nou, het is moeilijk om daar echt veel, om daar echt heel diep op in te gaan. Ik weet in ieder geval zeker dat er in april, maart, april, komen wat meerdere liedjes. Het zal waarschijnlijk een EP worden. We hebben op de planning staan dat er in januari wellicht een nieuwe single uitkomt. Maar, januari is wel heel snel. Dat is snel, waarom zeg je zo twijfelachtig? Zit erin? Ja, nou ja, dat is het gewoon. Kijk, een plaat opnemen duurt gewoon ook wel lang. En dat is voornamelijk omdat wij ook allemaal onwijze perfectionisten zijn. Het moet zo goed mogelijk. Mm-hmm. En ja, we releasen het pas als wij er tevreden mee zijn. Dus als ik tegen jou zeg, het wordt januari, maar we vinden het dan nog helemaal niks. Ja, dan wordt het februari of misschien wel maart. Okay. Zo werkt het gewoon. En ik je niet meer versteld hoe staat. Zal je naar me verlangen zolang als het duurt? Of ga je nooit meer bij me vandaan? Want ik weet dat ik nooit vergeet wat jouw liefde is. En mijn hart klopt nog even hard als in het begin. Maar wat ik niet bevat, mensen worden zomaar verliefd op elkaar. Is er dan zoiets als het loopt?